Wat gaan we doen, Lux? Een tasje. Wat is dat? Oh! Gaat het? Oh, lieverd. Kussie? Dat is niet leuk. Kan gebeuren, hè? Waar gaan we naartoe? Weet je dat ook? Lukt het? Strand. Strand? Ja. Nee, heel gek. Vakantie? Ja, wel vakantie, maar we gaan naar... Ik weet niet. De sneeuw. Nou, dan blijven we thuis. Zullen we maar niet gaan dan? Wel. Wel gaan. Ik ga alleen met zand met dansen. Zand? Met zand dansen. Met de strand? Ja. Ah, ja. Met strand. Nou, er is ook een zwembadje. Met allemaal stranddingetjes. Ja. Wil je dat wel? Ja. Oké. Nou, mooi. Ik wil daartoe laaien. Ja, we gaan bijna. Ja, de mama is. Als mama er is, dan gaan we. Dan gaan we. Fantastisch. Jee. Nou, Lux heeft het al verteld, maar we gaan naar Erwald. Dat is net over de grens van Duitsland, dus dat is wel lekker. Alleen zand. En dan heb je geen vignet nodig, want je hoeft niet over de, is het de A-wegen volgens mij. Dus die zit er niet op. Nou, dit vind ik ook zo leuk, hè. Dit zijn van die milieustickers. Dat je een hele schone auto hebt. Want ja, je hebt natuurlijk ook hele vieze Tesla's. Nee, maar ja, weet je, het zal wel bureaucratisch gedoe, maar ze zitten erop. Dus dat is, ja, ik heb wat met stickers, hè, dat merk je nu wel. Maar, nou, we zijn de auto even aan het volgooien. Hey, jij daar. Hey, en dat volgooien, dat is wel, dat doe ik het liefst voordat we weggaan. En het is nu niet zo koud, het is eigenlijk veel te warm. Het is natuurlijk februari en het is 10 graden plus. Gisteren was het zelfs overdag 15 graden, dus dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dus dat zal voor de wintersport natuurlijk ook wel consequenties hebben. Al is het niet dit jaar, want volgens mij is het daar op de berg nog best wel oké. Maar als dit het nieuwe trend wordt, dan wordt het wintersportseizoen natuurlijk steeds korter. Dus ja, en dan daar hebben we natuurlijk met z'n allen heel veel aan meegeholpen met vliegen en autorijden, noem het maar. En daar zal deze reis ook nog wel een beetje aan bijdragen, want we gaan natuurlijk onderweg superchargen. Jij weet heel goed wanneer die stout is. Nou, dus dat is natuurlijk ook nog niet helemaal schoon. Maar als het waait, hebben we natuurlijk, als het goed is, een hele hoop windstroom. En op den duur wordt dat alleen maar meer natuurlijk. Dat gaat volgens mij significant snel. Maar ja, nou was er iemand in een van de filmpjes die zei... Je mag niet met je caravan aangekoppeld op slot rijden. Dus dit wisselslot... Ja, en nou, daar kom ik zo op, deze. Maar, nou heb ik er even over gelezen. Want dan, ja, ik ben nogal van wetenschap of gewoon, het is wat het is. Dus ik ben het gaan zoeken. En ik heb in ieder geval nergens kunnen vinden dat het niet mag. Ook niet in het buitenland. Er staat, hallo, er staat eigenlijk weinig over geschreven. Maar ja, en mensen zeggen, ja, tijdens het rijden kan die toch niet gestolen worden. Nee, dat klopt. Als je natuurlijk gewoon 50 of harder rijdt, kan dat niet. Maar daar komen natuurlijk ook stoplichten. En nou las ik een keer een artikeltje dat ze ergens een keer op een kamp... en nou heb ik niks tegen zigeuners, maar begrijp me niet verkeerd, geen ruzie met jullie. Maar daar werden gewoon 50 caravans en 100 auto's werden daar in beslag genomen. Die waren dus allemaal geroust. En nou is onze caravan, we zijn er heel blij mee dat we hem niet kwijt willen. Maar ik vond hem ook zeker niet goedkoop. Dus ja, weet je, allemaal leuk veiligheid, maar ik wil wel met die caravan thuiskomen. Dus ik doe hem lekker op slot. En wat jullie doen, moet je lekker zelf weten. Ja, toch? Ja. Wat zij doen, moeten ze lekker zelf weten, hè, Lux? Ja. Ja, maar in het kabeltje, ja, hij is te kort eigenlijk om hem helemaal ook over de trekhaak heen te doen. Dat had ik het liefst gedaan. Dat heb ik een keer geprobeerd, maar dan schoot hij op de rem. Dus dan volgende keer ga ik een wat langer kabeltje erop doen.
Maar voor nu, ja, dit is een RVS karabijnhaak. Nou, knappe jongen als je die stuk trekt. En zo, volgens mij, verdeel je de kracht nog een keer door tweeën. Dus ik heb er wel vertrouwen in zo. En ik hoop de agent ook. Hè? Want ja, je mag hem natuurlijk ook zo direct aan de auto. Maar ja, dan kom je er dus een beetje kut bij. En aangezien ik hem nogal wat vaak moet afkoppelen, is dit mijn oplossing. Nou, ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ja, nou. Oké, hij is helemaal klaar voor, hè, Lux? Ja, dan gaan we straks nog even het snoertje opruimen. En dan, als de vrouw klaar is met werken, dan gaan we even eten en dan gaan we rijden. En het plan is dus om eigenlijk weer herhaling van de vorige keer, met de kerstvakantie. We gaan eerst naar Duiven, dan door naar Heelde, want dat is gewoon het beste station wat er is, vind ik tot nu toe. Daar kunnen we ook mooi slapen. En dan rijden we morgen gewoon, ik denk al gewoon helemaal tot Oostenrijk. Zetten we hem op een mooi plekje, misschien zoeken we wel even een simpel campingje. En dan gaan we 's ochtends voor de drukte uit gaan we de camping op. En dan duiken we meteen het zwembad in, want het is natuurlijk dan vakantietijd. Hoe noem je dat? De voorjaarsvakantie of krokus of zo. Maar dan is het ook gigadruk. Maar wij hebben gelukkig, aansluitend aan de krokus, hebben we nog een week studieweek. Dus dan zijn de kinderen ook vrij. Dus we gaan lekker 2 weken. Maar ja, de reis is het meeste werk. Dus waarom niet? Hé? Waarom niet? En dan gaan we de 2e week dus gewoon vol die pistes knallen. Met mijn dochter, want die kan al. En misschien, wil jij ook al skiën? Ja. Oké, top. Nou, zeg maar doei. Doei. Nou, we zijn in Duiven. Nou, we kwamen aan met 29%. En nou, we laden even op tot 75%. Volgende stuk naar Heelden is 127 kilometer. Dus dat is nou, dat zal ongeveer 80%, of sorry, 60% kosten. Dus dan nou, heb je een beetje veiligheid, 15%. Nou, het verbruik nu net was 37 ongeveer. Wat tegenwind, maar verder prima. Nee, die kan maar uit. Oh, mijn jongetje slaapt al. De rest is even plassen. En ja, het is hier altijd wat drukker. Natuurlijk eigenlijk ook vanwege de locatie, zeg maar. Als je naar Duitsland moet en je sleept wat achter je aan, dan kom je toch hier als laatste uit. Want daarna is het een lang stuk zonder charges eigenlijk. En vandaar weer even de caravan neergezet. Dus die staat daar zo. Nou, maar nou, eerst stuk. Het is wel echt, dat vind ik wel lekker aan 's avonds rijden. Het is gewoon een stuk rustiger. Dat is wel heel fijn. En oh ja, ik vergat dus in het eerste filmpje nog te zeggen van ja, waarom laat ik hem nou pas op het allerlaatste moment op. Het laatste stuk. Zeg maar, ik time het altijd dat ik gewoon weet van nou, nu is hij gewoon vol. Als ik wegga, net vol. Dus dat is A natuurlijk voor om degradatie te voorkomen. Want je wil hem natuurlijk niet 100% vol zetten. En dan gewoon een nachtje laten staan. Want dan weet je eigenlijk ja, dat je niet zo prettig bezig bent voor je batterijtje. Maar een ander voordeel van het laden heb je altijd. Ja, ik heb trouwens een ding om voor mijn kinderen, leuk hè. Maar ik zie het opeens weer spiegelen zo. Maar als je batterijpakket natuurlijk net opgeladen is, is die extra warm. En die warmte is dus weer extra energie. Dus dan is eigenlijk 100% batterij. Is zomaar misschien wel 104% batterij, omdat er gewoon heel veel warmte nog in zit. En dat is, ja, nu was het 10 graden, want het is echt, ik sta hier zonder jas. Maar ja, zeker als het koud is, dan ja, alles wat je maar mee kan zeulen aan energie, dat is natuurlijk meegenomen. Dus dat. We hadden dus ook vorige keer op de terugrek hadden we gemerkt wat dan het effect is als je de auto koud pakt. Dus toen hadden we eerst opgeladen, toen zijn we gaan slapen en dan weer rijden. En dan merkte ik toch wel dat, ja, dat het verbruik echt wel een stuk hoger was op de afstand. En dat kon ik eigenlijk alleen maar verklaren dus doordat hij dus het batterijpakket moest gaan opwarmen. Dus dan moet hij natuurlijk die warmtepomp aan het werk en noem het maar. Ja, en dat gaat natuurlijk ten koste aan wat je aan kilometers kan rijden. Nou, dus dat.
Nou, ik denk dat we hier met 20 minuutjes weer doorgaan, maar dan zijn we alweer in Hilde aangekomen. Dan gaan we daar oogjes dicht doen, dus gaat hartstikke goed. Tot de volgende! Ja, we zijn er in Hilde. Nou, dat ging hartstikke goed. Wat ik nu doe, ik laat hem even tot 35% en dan zetten we hem weg. Dus we kwamen aan met 11% dat heb je echt maar 6 minuten nodig of zo. Om het begin gaat natuurlijk lekker op. En dan een beetje om het batterijtje te beschermen. En dan zetten we hem eventjes daar een beetje daarachter in de hoek. Dat was een mooi rustig plekje vorige keer ook. En dan gaan we morgen weer hier ontbijten. En dan gaan we weer door. Dus hij staat weer mooi. Nou ja, zo met de caravan moet je nog wel aardig ruim bochten nemen. Want het is niet geweldig ruim. Maar het is te doen. Oké. Goedemorgen. Nou, we zijn er weer klaar voor. Lekker geslapen. Ideaal, gewoon je hotel mee. Nou ga ik hem even weer op de trailerplek zetten, laden en dan kunnen we lekker een kopje koffie zetten, ontbijten. En dit ging gewoon weer super, super nachtje gemaakt. Je merkt gewoon die kinderen die zijn helemaal gewend aan hun eigen plekje. Dus dat is gewoon ideaal. Nou, ik ga hem even zetten. Goedemorgen. Morgen. Zo jongens. Nou, we staan op de lade. Oei. Nou, gaan we even lekker een broodje scoren hoor. Ik heb een hapje van jou op. Neem maar dat hapje. Jongens, wat is dit voor ontbijt? Lekker ontbijt. Ja, dit is wel heel lekker. Maar mag dat wel van de huisarts? Ja. Nou, leuk. Eet boven je bord, hè? Goed zo. Eet heel goed. Haha. En heel lekker. Volgens mij is hij helemaal niet lekker, dus. Doei. Mama. Mag je van papa? Ja, dat zal wel. Ik heb het niet eens geproefd. Nee, bijna. Maar het laden is alweer bijna klaar, jongens. Dus Nee. Ja, dat is toch niet normaal? Hoe vinden jullie het tot nu toe gaan? Nee. Hoe vind jij het gaan, Lux? Lekker. 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 Ja, gaat lekker. Jij, Lau? Ja? Yummy. Cool. Nou, eet smakelijk. Oh nee, zullen we dit doen? Ja, alle kinderen moeten eten smakelijk. Oké, 3, 2, 1. Hij wilde het aftellen. Oh, ga jij aftellen? Eet smakelijk! Nou, we zitten weer. Kopje koffie gehad. Lekker broodje. Hey, en 7 uur werden we wakker. En het is nu 8:30. Dus je hebt gewoon 1,5 uur verder. En in de tussentijd is de auto natuurlijk lekker vol. En we gaan nu door. Gaan we naar Limburg. Nou, dus even kijken, staat erbij hoeveel kilometer het is. Nee, maar volgens mij was het iets van 144 kilometer. Gaan we rijden. We gaan nu rijden. Tot de volgende stop. Yay. Nou, we zijn in Limburg. Aan der Laan. Nou, we konden hem mooi zo zetten. Blokkeren we wel een beetje de boel, maar je kan er daar ook nog doorheen. Maar we konden mooi 100 rijden. Want we hadden genoeg geladen, wat natuurlijk best wel een lange ochtend opstart. Dus we hadden iets van 24% over of zo dat we aankwamen. Verbruik 38 kilowatt per 100. Dus dat ging prima. Nou, hier gaan we even opladen. En dan even kijken waar we nu de volgende stop doen. Dus dat ga ik zo even oriënteren. En dan kunnen wij even een broodje eten, jongens.
Nee, jij wil even lekker rennen, hè? Ja. Oké. Okay. Nou. En stop. Nu weer naar mij. Yes. Joehoe. Oké, okay, we gaan man. Kom maar. We zijn net klaar met laden bij Bensheim. Even een broodje kunnen eten. Nou, die kinderen, als die een beetje druk worden, dan is het wel zwaar, hè jongens? Maar nu zijn ze weer heel lief. Nou, we konden ze net even achter het behang plakken, maar... Oké. Nou, we gaan door. Naar... Even kijken, hoe doen we dat? Net even weg. We gaan naar Leonberg en dat is 140 kilometer. Nou, nu zegt hij dat we met 15 aankomen. Nou, dat zal ongeveer uitkomen, denk ik. Nou, tot zo. Ik wacht. Hey jongens, staat onze auto daar? Ja. Nee, die niet toch? Wij dachten hier te gaan laden, maar dat bleek versie 2. En ja, net daarachter. Het blijkt nog een hele supercharger te zijn. En dat was wel versie 3. Hier wordt wat gegeten. Kijk eens zo. We hadden hem helemaal leeggereden. 5% over. Maar daar kan je een beetje op aansturen met je snelheid. Dus als je ziet van je gaat het toch wel halen. Dan ja, kan gewoon even een beetje het gas erop, bij wijze van. Dus dan ga ik gewoon lekker doorrijden. Nou ja, doorrijden. 100 is al heel wat natuurlijk, harder mag je niet. Maar dan, ja, dan zie je dus je verbruik wat toenemen en dan is je aankomstpercentage lager dan in het begin. Maar dat is, ja, zolang dat niet naar de nul gaat, kan dat prima. En dan zit je echt oprecht niet met geknepen billen. Dus we gaan hem nu even goed volladen, want we hebben straks een stuk van 160 kilometer. Dus dan, en dan wil je nog een beetje achter de hand hebben. Dus ik denk dat we hem even over de... Nou, ik zeg 95% gaan laden, dus dan hebben we nu wat langere pauze. Nou, voor die kinderen ook wel even lekker, kunnen ze even een beetje strekken. En wij ook. Ja, onze driejarige is net zindelijk. En dan moet hij opeens heel nodig plassen. Dus ja, we hebben heel geregeld nu een stopje. Nou, we eigenlijk niet hoeven op te laden, maar plaspauze. En we moeten nog een half uurtje en dan hebben we een lang stuk gehad van 160 kilometer. En in het begin kneep ik hem eventjes, want er zaten een paar klimmetjes tussen. En toen sprong het, we hadden ongeveer 15% waar we mee zouden aankomen. En toen werd het opeens 4%. En toen dacht ik, oh, dat wordt een beetje krap als we nog meer gaan klimmen. Dat wist ik natuurlijk niet. Dus we hebben een stukje achter de vrachtwagen gezeten en dan zie je hem weer heel mooi opklimmen. Dus dat ja, is gewoon gratis efficiëntie, noemen we dat. Nou, dus als het guppy klaar is met plassen, gaan we weer door. En dan is het etenstijd, gaan we wat koken in de caravan. Maar gewoon een toprit zo. Dit is veel beter weer dan in december, toen hadden we echt alleen maar pokken weer. Dit gaat beter. Gaat goed, Noof? Waarvoor? Milkplassen. Mag even, hè? Even eten pakken. Nee, we gaan over een half uurtje gaan we eten pakken. Blijf maar even zitten. Doen we bij, tijdens het laden gaan we wel langer stoppen, ja? Nee, maar ook vanavond. Oké. Er komt gewoon stoom uit die auto. Zo. Tada! Oh, Lux, er komt een auto. Wacht even. Wat voor auto?
Wat is het voor auto? Loopt een beetje aan. Hey Lux, we zijn in Worrichem. En we hebben echt een prachtig stuk gereden van 160 kilometer. En we hielden 10%, 11% over. Dus dat zou neerkomen. Ik had net berekend. Daarna ging ik weer doorrijden. Maar van helemaal vol naar leeg is 200 kilometer met dit weer haalbaar. Maar dat rijden we natuurlijk niet. Maar we staan nu lekker zo. Ideaal plekje. Ja, ik hou eigenlijk niks bezet, hè, zo, behalve dan die parkeerplekken. Maar hier moet kunnen zo. Dus ja, het is gewoon heerlijk zo. En het is etenstijd, het is 5:45 of zo. En dan weten jullie wel hoe laat het is. Ze hebben niet door dat ik het filmen ben. Hallo. Hallo. Oh, brandt zeker aan. Echt een keukenproces hoor, dit. Nee, dat ben ik natuurlijk. Maar even kijken waar die kleine man is. Lux! Ga je mee? Hey, ga je mee? We gaan wat eten, man. Zeg eens doei. Jongens, ik ga even filmen, dus gedraag je even. Wat gaan we eten? Noedels. Kijk heerlijke eens even. Noedels. Wauw, met garnaaltjes. Wow. Nou, lekker hoor. Hoe vinden jullie het gaan? We zijn dus al best wel aardig in de buurt, hè, wist je? Zien we morgen? Morgen zijn we er zeker. Maar als het file een beetje opgelost is, dan denk ik dat we al gewoon Oostenrijk ingaan. Wat vind jij ervan, Lux? Stom. Oké, nou dat mag, hè. Ja, maar als je het stom vindt, dan vind je het zwembad ook stom. Nee, het is leuk. Nou, hey, zullen we aftellen eet smakelijk? Ja, 3, 2, 1. Eet smakelijk! Eet. Zo, we hebben even een kleine planwijziging gedaan. We zagen dat het net over de grens naar Oostenrijk echt giga druk werd. Dus dat was al een uur vertraging. En aangezien we morgen toch pas om 12 uur de camping op kunnen, dachten we, gaan we gewoon voor die file gaan we nog even de laatste supercharger opzoeken. Dan kunnen we morgenochtend gewoon vol batterij weg. En aangezien we tot 80% hadden geladen, kon ik lekker doorrijden. En het begon ook te regenen en te waaien. En ik heb een recordverbruik. 52 kilowattjes per 100 kilometer. Dus dat is al ziek hoog. Dat is wel hoog nog nooit gehad. Maar nu maakt het gelukkig niet uit. Dus er zal ook wat klimmen bij hebben gezeten alvast. Ja, ik kom natuurlijk al een beetje richting Oostenrijk. Ik zal ongetwijfeld wat omhoog gaan. En morgen moeten we ook omhoog. Dus ik gooi hem weer even tot 80% vol. En we hoeven helemaal niet zo ver meer morgen. Even kijken. Nou, dit is dus maar 41 kilometer. Dus dat kunnen we morgen dan even afmaken. Maar dan zijn we gewoon heel netjes ruim op tijd. Dus eigenlijk kunnen we concluderen. Dit hadden we natuurlijk gewoon eigenlijk af kunnen maken vanavond. Is het voor ons met caravan vanuit Heilo Noord-Holland naar de Zugspitze Obermoos. Dat is wel aan de Oostenrijkse kant. Dus de Zugspitze Resort. Het schijnt echt super mooi te zijn, dus we zijn heel benieuwd. Maar dat is gewoon in een volle dag en dan nog 4 uurtjes of zo. Dus dan kom je op 16 uur rijden uit. Inclusief al het laden en alle pauzes. Dus ja, flink stukje, maar het is te doen, hè. En met kinderen boet je dus eigenlijk helemaal niet zoveel in op de laadtijd. Dat je echt, we hebben ook weer weinig momenten dat ik denk, nu ben ik echt aan het wachten op laden. Nou ja, nu dan toevallig, maar dan maak ik een filmpje. Maar op zich valt dat allemaal reuze mee. Dus ja.
is maar net waar je op instelt. Als je natuurlijk denkt, ik moet net als een diesel gewoon, zeggen ze altijd, 1000 kilometer kunnen rijden. Nou ja, weet je, dan moet je hier niet aan beginnen. Maar als je een beetje om het milieu geeft, moet je lekker thuis blijven, kan je natuurlijk ook zeggen. Maar ja, ik vind dit veel meer een toekomstbestendige manier van rijden. Want dit kan op den duur natuurlijk gewoon volledig uitstootvrij. Als het goed is, hebben we gewoon straks gigaveel wind- en zonprojecten. Dus dat is een beetje mijn ideologie of visie. Ja, weet je, geef het een naam, maar ik geloof daar wel in. En ja, en je eigen huisje mee hebben is echt zo relaxed. Want je kan gewoon, misschien zien jullie me beter zo. Want je kan gewoon ja, echt je plan wijzigen waar maar nodig is. Weet je, en ja, het is natuurlijk niet echt wild kamperen. Hè? Want je gaat gewoon, je zet dat ding ergens neer waar niemand last van heeft. En hier heb je de gordijntjes dicht. En ja, weet je, wie kan er nou naar kraaien? Ja, ik denk niemand. Kijk, als je nou met je bankie buiten gaat zitten en je barbecue aangooit, dan krijg je overlast natuurlijk. Maar zo, joh. Volgens mij deden ze vroeger ook niet anders, hè, trouwens. Maar, nou, dat was een beetje mijn gedoe. Nog 12 minuten, dus ik kan hem volhullen natuurlijk, maar dat zou ik niet doen. Ik zou het best redden, hoor, denk ik, maar... Oké, nou, ik ga eens even kijken hoe het in de caravan gaat en dan gaan we hem straks. Kan ik wel even laten zien. Dit gaat nog even door. Ah, ja, we zijn in Fügen. Maar we gaan hem hier even parkeren. Kijk, deze mensen doen dat ook. Die dachten ook, weet je, zo is het genoeg. Oh, ik moet wel even die camper hebben. Ja. Ja, daar. En wij zetten hem gewoon even dan daar zo. En dan nou, gaan we morgen vroeg voor de file uit. Gaan we gewoon... hier is een Lidl ook. I rate this supercharger 7 out of 10. Now you know. Goedemorgen. Nou, we staan naast de supercharger Fusion. Met van die puntjes erop of zo. Maar lekker geslapen, Lux. Deze meneer had nog niet echt zin om te gaan slapen, dus dat duurde even. Maar toen we eenmaal sliepen, sliepen we goed. Maar ja, ik weet niet, wat doen mensen 's nachts allemaal? Want ik hoor altijd dingen. Ja, je hoort natuurlijk alles in de caravan. Dat is wel, wel een minpuntje. Maar echt, ik hoor de mensen ruzie. Politie erbij. En dat is, ja, dat is natuurlijk niet echt bevorderlijk voor je nacht. Maar ja, het zal wel, hè. Heel veel mensen hebben toch een wat spannender leven dan als ik, denk ik. Met kinderen is het toch gewoon... 10 uur, zullen we maar naar bed? Ja, wat? Hey, en er staat geen file nu, dus we hebben nog geen koffie gehad. We gaan meteen even, hop, de bergen in. Ja joh, en dan met een half uurtje zijn we op in Erwald. Om 12 uur kunnen we de camping op. Het is nu echt 7:45, denk ik. 7:30. Ja, en nou, dus dan zijn we gewoon 8 uur in de buurt. En dan gaan we gewoon daar lekker, misschien dat er wel nog wat sneeuw ook in het dal ligt. Het zal wel erg groen zijn, maar meestal weten ze dan de dalafdaling wel wit te houden. Dus dan kunnen we een beetje sleeën, een bakje koffie zetten, broodje eten. En dan een uurtje of 11:30 gaan we naar boven. En dan gaan we de camping op. Dus dan hebben we het allemaal gedaan. Nou, hier stonden we zo. En het is nu zondag, dus de Lidl is dicht. Kijk, dus dacht ik, gaat prima. Maar ja, het is niet super rustig hier. Ja, en daarachter staan allemaal vrachtwagens en zo. Daar sta ik liever niet tussen. Dan heb ik altijd het idee dat mensen rondjes om je auto gaan zitten kijken en zo. Ja, maar goed. Oké. Ik vergeet nog iets te laten zien, dat is wel grappig. Hier zo. Bij de Tesla Supercharger heb je dus een lounge met koffie. Maar, oh, ja, ik sta er niet helemaal bij, hoor, maar kijk. Pizza. Een automatische pizza. Ja, is dat dan vers, zou je denken. Maar, nou ja, het is toch leuk dat het kan. We rijden in Oostenrijk. En hier is natuurlijk wat meer herbergzaam, zeg zo. En
en ik wil wel iets laten zien. Ga eens aan het scherm, naar hier. Hier gaan we een beetje naar beneden. Dan kan je met dat groene blokje, kun je dus kiezen hoe sterk je gaat afremmen. En als je dat nou een beetje vasthoudt op die manier, dan voorkom je eigenlijk dat je caravan op de oploprem te snel gaat. En dan wordt die niet zo warm. Ja, ik ben daar. Daar is nu zwart. Ja, dus nu gaan we weer omhoog. Maar je kan dat dus op die manier mooi doseren, hoe sterk je afremt op de motor. Dus dan moet je echt naar dat groene streepje kijken. Ja, ja, daar is hij. Nou, op beeld komt niet echt over hoe hoog dat ding is. Maar dat ding is echt de zugspitsen mega hoog. Maar moet je kijken hoe groen is het, hé. Oh. Winter noemen ze dat. Maar donderdag schijnt het te gaan sneeuwen. Het is nu zondag. En kijk, ja, hier had natuurlijk sneeuw kunnen liggen, maar op asfalt lukt dat natuurlijk ook gewoon met die kinderskietjes. Daar een kinderweitje, nou die gaat naar boven. Dus dit is Erwald. Hey, wat doe jij? En aangezien we vroeg zijn, hebben we hem gewoon heel even hier gezet. Gaan we nu even lekker ontbijten, koffietje doen. Maar wat een prachtige plek hè, hier. Oh. Ja, daar gaan we straks naartoe. We gaan eerst een broodje eten, goed? Zeg maar doei! Ja, we zijn er! 0 minuten! Meter. Sla linksaf om op de rand te blijven. Ja jongens, dit is de camping hoor. Hey. Slechtbaan! Hey, de skelterbaan, Lux. Kan je skelter rijden, man? Ja, glijbaan, glijbaan, glijbaan! Hoe vet is dat? Maar glijbaan, ik wil het duur, de camping. Kijk, daar gaat die lift! No. Oh, kijk eens. Oh. Ik kan er wel aan wennen. Ja? Is dat? Ja, kijk die lift! Hoor, want, wat een ding. Ik moet even zien waar ik de camping op. Oh, sla links af om op de moos te blijven. Ja, je komt lekker vanaf de verkeerde kant. Maar er zijn dan meer plekken. Ja, ja. Hij heeft het gehaald.